Vanuit de Hooghaai in Berlekum gaan wij vanavond opnieuw een reportage maken van de fanavond van William Burg, die jullie allemaal hier achter zien. Nou doen we dit al een tijdje en we hebben een beetje zitten uitrekenen, zo'n 4-5 jaar. Dus het is een klein beetje een lustrum voor ons. Dus we maken er vanavond een hele speciale uitzending van. Nou hebben jullie net gezien hoeveel lange rijen hier staan voor mensen om binnen te komen. En als mensen dan binnenkomen, dan komen ze eerst hier bij die drie mannen die waar je een kaartje moet geven, waar je moet betalen of waar je een stempel moet zetten. En dat gaan we ook even laten zien. Wat dan een slachtoffer. Iedereen die binnenkomt, die krijgt een stempel om naar binnen en naar buiten te gaan. Er zijn een aantal mensen die daarvoor zorgen. En ik heb in ieder geval mijn stempel gekregen, dus ik ga naar binnen. Je bent de eerste vanavond. Is dat extra spannend? Ja, iemand moet starten natuurlijk. Maar het is wel, als ik zo nu al zie hoeveel mensen nu al binnen zijn, ja, dat is wel respect voor William. Dat is niet normaal. Nee. Leef je nog, Wilbert? Ik leef nog steeds, jawel. Heb je iets kunnen eten of niet? Ja, ja? Dat is gelukkig goed gegaan. Dus, Over zo'n kwartiertje gaan we beginnen. Dan is de eerste artiest klaar. Ik zag net al dat hij zijn nummers aan het opschrijven is. Kun jij uitleggen waarom ze dat doen eigenlijk? Dat is makkelijk voor mij. Dan weet ik wat hij gaat zingen. En dan kan ik heel snel instarten wanneer het nodig is. William, ik zou zeggen, ik wens je heel veel succes. Ik denk wel de vijfde keer je fanavond. Nogmaals heel veel succes en we zien elkaar heel snel. Dankjewel. William, je weet ik ben altijd te laat. Maar vandaag sta ik al een kwartier te wachten totdat we ongeveer eens een keer kunnen beginnen. Dus ik hoop dat we er een hele leuke avond van kunnen maken. En jou wens ik natuurlijk heel veel succes toe. Christel, jij bent altijd de vaste fotograaf bij de fanavonden, bij de dinnershows van William. Hoe vind je dat? Nou, keileuk. Ieder jaar druk. Ook steeds weer nieuwe gezichten. En gezellig. Dat vind ik heel belangrijk. De sfeer. Hoe gaat het met de financiën? Nou, ik dacht, het gaat heel goed. Het gaat heel erg goed. Ik heb een vol kistje vol. Ik heb een kistje vol. Ik heb het niet op het naap brengen. Ik heb het nou. Het is allemaal weg. Nou William, ik heb met jou heel veel leuke dingen meegemaakt al. Zo leuk dat ik jou op mijn website een eigen albumgedeelte heb aangemaakt. En we hebben altijd plezier. En je bent loyaal, ja, je bent trouw en lief. Gewoon heel belangrijk. Bedankt ervoor. Mag ik jou even storen? Eigenlijk niet. Nee? We hebben het druk. Oh. Beste William, aan deze kant Frank Vanette aan de camera. Knip, opnieuw, daar gaat hij. Beste William, vanaf deze kant wil ik je heel veel succes toewensen. Fantastisch dat ik een van de artiesten mag zijn vanavond op jouw zoveeljarig jubileum. Fanavond. En wie weet tot de volgende keer. Toi, toi, toi. Ik zie jou dadelijk. Ja? Dan moet ik maken de winkel. Ik was al gewaarschuwd, hè. Al was je lang, hier het over de leven, onverwacht. Jij bent mijn nummer 1, daar kan ik niet omheen als je lacht. Wat veel mensen niet weten, wat misschien wel leuk is om te zien, is hoe de artiestenruimte eruit ziet. En die is, oeps, ik val bijna, die is hier beneden. En zoals je ziet is er nu niemand, want iedereen is boven aan het optreden. Maar wat wel leuk is om te zien is dat er voor de mensen hier in ieder geval heel goed gezorgd wordt. Er is drinken. Hier als je aan deze kant kijkt, dan zie je het hele programma van vanavond. Hier zijn allemaal stoelen voor mensen om te gaan zitten. En dit is dus een hele mooie ruimte voor artiesten om even te relaxen, even hun spullen bij elkaar te pakken. En dan gaan ze daarna van de trap weer naar boven om te gaan zingen. En dan is er ook nog een artiestenbegeleider. En die gaan we dadelijk even interviewen. Ik zie
Dan weten wij ook wat er gebeuren gaat. Dan, als er dus eigenlijk iets belangrijks, hè, laat maar zeggen, dan kan iemand zijn enkel zwikken of noem maar op. Ja. Dan kunnen ze iemand oproepen, dan wordt er gelijk actie ondernomen. En dat moet ook wel, want er zit ruim 400 man in. Als ik jou een pilsje beloof, doe je dan mee? Nee. Bij oma Peter in zijn kamer, dat was het mooiste. En dan werd er aan de deur bij een of andere Jos, een of andere optreden. Nou, dat was wel leuk. Platenlabel natuurlijk, waar William zijn plaat op uitbrengt. En die platenlabel die heet? Rood, Hit, Blauw. Ja. Dus, Rood, Hit, Blauw is het platenlabel van William Burg. Dus ik doe eigenlijk zijn singles steeds iets meer eromheen, zeg maar, qua management. Maar voornamelijk zijn plaat uitbrengen en zorgen dat het goed verkrijgbaar wordt. Wat is het verschil met William toen hij bij jou kwam en hoe hij nu hier de avonden heeft? Zit daar een groot verschil in? Ja, ik zie dat William wel stappen zet. In het begin was het natuurlijk ook echt ook een begin aan het zanger. Volgens mij was hij nog niet zo heel lang bezig. Dus ik kwam al vrij vroeg stadium met hem in contact, zeg maar. Maar ik zie hem stappen zetten. En als je dan vanavond een fanavond ziet, dat is de eerste keer dat ik een fanavond meemaak. Dat ik gewoon verhinderd was een aantal keren. Maar goed, een mooie zaal, goed geregeld. Doet hij gewoon heel goed. Oké, nou William, even een persoonlijke boodschap naar jou van mij, vanuit de Rood, Hit, Blauw. Ik ben trots dat je op mijn label zit. We hebben altijd goed contact, ook een klik. Dat is wel heel erg belangrijk, vind ik. Ik moet een klik hebben met mijn artiesten, mijn tussenhaakjes. Maar ik vind het een bijzondere avond. Het is echt erg gezellig, goed geregeld. Dus nogmaals, ik ben trots op je. William, nou, het enige is wat ik me eigenlijk een heel diepe breuken leg. Dat je eigenlijk voor de eerste keer bij mij binnen kwam vliegen in mijn woning. Van, ik heb mijn auto genummerd. Dat moet jij ook horen. Dus we hebben dat geluisterd en inderdaad. We waren er allemaal over dat het een goed nummer was. Dat is later ook een heel bekend nummer geworden. En dat zijn eigenlijk die momenten die ik nou dus eigenlijk daar regelmatig mee meegemaakt. Maar dan wordt dat gevoel wat minder. Die eerste paar nummers, daar zit toch veel meer emotie bij als dit. Want nu is het eigenlijk meer een lopende machine. En dat was toen niet. En dat is iets wat mij eigenlijk heel naar aan het hart ligt. Die eerste paar nummers dat hij mee. Als eigenlijk een vader met een net geboren babytje van, dat is van mij. En dat zijn de dingen van William. Zo'n kanatje en zo'n hond. Nou William, hier ben ik, John West. Ik ben weer op jouw fanavond voor het tweede jaar op rij alweer.
En als je dan kijkt hoe druk het is, jongen, het is gewoon ongelooflijk. Helemaal uitverkocht sta ik op Facebook. Ik ben super tof dat ik er weer bij mag zijn, want vorig jaar vond ik het top. En ja, als je zo'n evenement neer kan zetten en dan 5 jaar achter elkaar, jongen, je bent een topper. William, nee. We hebben heel goed nagedacht en onze William, die weet zijn praatje. Ja, 3-4 jaar geleden toen konden wij William nog niet. En William is op een gegeven moment in Den Bosch zijn we ergens tegengekomen en sprak je de waardering uit naar ons toe. En toen dacht ik van man, hoe kan je nou de waardering naar ons uitspreken? Je weet niet eens waar je dat jezelf staat. En in al die 3-4 jaar dat wij hem al kennen, ja, zien we William groeien. En we zijn zo blij, en ik meen het echt oprecht, dat wij William bij onze goede vrienden mogen tellen. Het heeft niet alleen met muziek te maken, het heeft ook te maken met de band die we met William hebben. En dat is een band die wij zeker niet willen verliezen. En wij zullen heel lang, maar dan nog heel lang, al zing ik nu of al zing ik nu niet, wij zullen heel lang achter William blijven staan, want het is een eerlijke kerel. En daar gaan wij ook voor. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Nee, helemaal niks. William, je bent een topper. En er is alles mee gezegd. Ook Jan van Essen is binnen. Dus wij gaan even kijken of dat hij nog iets te vertellen heeft over William. Ben je aangekleed? Ja, aangekleed. Moeten we even wachten? Even snel, ja. Je hebt net in de zaal gekeken. Het is een rond podium en er staan allemaal mensen omheen. En volgens mij is het bijzonder druk. Ja, zo te zien wel. Geweldig. Feestje maken met z'n allen. Je bent hier al eerder geweest volgens mij. Je hebt al eerder een keer opgetreden, zeker op een fanavond van William. Wat voor avonden zijn dat? Alleen maar handjes in de lucht meezingen en alleen maar gezellige mensen. Dus. Zijn dat de avonden waarvan je denkt van yes, dat is een dat beetje eigenlijk dat het een beetje een makkie is, maar wel heel gezellig. Dat is het belangrijkste, de gezelligheid. En straks dan zie je bij Johnny boven echt geweldig. Iedereen doet mee en daar komen we voor. Wij hebben aan iedereen gevraagd of ze een kleine anekdote willen vertellen over William. Heb jij iets waarvan je zegt van daar herinner ik mij William het beste aan. Dat betekent William voor mij. Dat hij niet tegen zijn verlies kan. Oh echt, vertel. Hij wil graag winnen. We waren met z'n allen vorig jaar in Turkije en als hij niet wint dan is hij... Hij wil graag winnen. Ja, is hij boos dan? Nou, niet boos, maar dan, hij wint liever wel. Ja, dan kan hij tegen zijn verlies komen. Nee. Vervelend, hè? Maar jij hebt gewonnen dus. Nee, ik heb niet gewonnen. Nee. Ik was laatste zelfs. Dus. Jij kunt wel tegen je verliezen. Ja. Moet waar. Dinnie, je hebt net optreden gedaan hier boven op het grote ronde podium. Normaal gesproken staat het podium hier achter. Volgens mij heb je vorig jaar hier ook opgetreden. Ja. Is dit een voordeel of een nadeel? Nou, ik vind het juist leuk, een beetje in de round, hè, zeggen ze wel eens. Dus je kan je echt draaien overal naartoe en dan zie je overal mensen. Dus ja, ik vind het zo. De opstelling vind ik persoonlijk leuker. William, jongen, nou, we kennen elkaar natuurlijk nog niet zo heel erg lang, maar wat ik van jou weet is dat je een hele lieve, zachtaardige jongen bent die ontzettend goed kan zingen en dat niet alleen die ook ongelooflijke grote fanbase heeft, want dat heb ik gezien dus nu net toen ik achter het gordijn vandaan kwam en ik zag gewoon volgens mij wel bijna 1000 man. Nou, ik krijg misschien al ooit een keer de wc's van de hooi vol, maar voor de rest echt niks meer. Dus wat dat betreft, chapeau jongen, ga zo door en ik gun het je absoluut waar je nu mee bezig bent. Zet hem op, toi. William, we zijn halve weken ongeveer. Er zijn een aantal artiesten geweest. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, ik denk verschrikkelijk goed. De avond is eigenlijk vanaf het begin af aan al gelijk weer feest en lang leven de lol. Dus ja, ik loop een beetje rond af en toe en iedereen vliegt om mijn nek en hoe fijn en hoe leuk het weer is. Dus ik hoop dat iedereen naar zijn zin heeft. Het valt me op dat je best rustig bent. Normaal dan zie ik jou van hond naar haar rennen en er zijn toch altijd wel dingetjes die geregeld moeten worden. Maar op het oog lijkt je vrij rustig. Nou goed, ik heb mij wel een klein beetje geprobeerd daar aan toe te geven inderdaad. Kijk, ik heb natuurlijk een goed team rondomheen die weten wat ze moeten doen. Natuurlijk spring ik links en rechts voorbij. Ik zie ook kleine dingetjes natuurlijk, dat hou je bij ieder evenementje. Maar ja, die jongens die weten precies waar aan en waaraf. En ik denk dat het allemaal op rolletjes loopt. Tot nu toe wel tenminste, dus ik hoop dat het de avond zo voluit. Nou, hebben wij een beetje overal laten zien, ook aan de kijkers, van wat speelt hier eigenlijk allemaal. Ook hier beneden en boven en wat mensen allemaal doen. Maar je hebt best een groot team ondertussen die jou helpt. Er staan mensen denk ik van te kijken. Ja, heel veel mensen hebben er niet in de gaten. Kijk, weet je wat het is? Er wordt altijd over William Burg gesproken. Maar ja, als ik heel even heel snel opnoem, Martin van Ness en Peter Ekels, die zijn gewoon niet te missen. Nee, ik bedoel, de zoon van Peter die continu mee loopt te rennen. Natuurlijk de mensen die nog apart hier allemaal erbij zijn. Maar de vaste crew waar ik eigenlijk toch wel continu op terug kan en wil vallen. En
ja, op een gegeven moment naar een x-aantal leuke dingen, dan weten ze wel waaraan en waaraf. En ja, dat is gewoon een heerlijkheid. Want als je die mensen niet hebt, en ik zeg altijd, daarom zeg ik al, en dan wil ik ook de vrouwen daar heel erg in bedanken, ja, is dat gewoon heel moeilijk. Je moet als team dat kunnen maken. Het is niet alleen William Burg die dadelijk zijn liedjes doet zingen. Nee, het zijn echte mensen die er rondomheen hangen die het hele avond goed laten verlopen. Nou, ik zou zeggen tegen William. William, het is nou voor het zesde jaar dat we hier staan. En het is zesde jaar uitverkocht. Je bent een kanjer. Marco, over denk ik een kwartiertje sta jij op de bühne daar. Ja. Een beetje gezonde spanning? Ja, altijd. Ja. Altijd gewoon gezonde spanning. Ja. Heb je, ik hoef eigenlijk niet te vragen, het publiek is waanzinnig. Volgens mij hier binnen, de sfeer is heel erg gezellig. Wat ga jij er nog aan doen om het nog gezelliger te maken? Nou, ik weet zeker dat ze dadelijk een Polonaise gaan lopen van hier naar Tokio. 100%, ja, zeker. Oké, okay, dat willen we wel zien. Ja, hè? Dat komt goed. Ja. William, ik ben jou natuurlijk tegengekomen als zijnde, ja, de toenadering die was hier niet zo, maar na loop van weken, maanden zijn we toch echt wel heel goede vrienden geworden en ik moet zeggen, ik ben er heel erg blij mee, ik denk jij ook, en zeker omdat we natuurlijk elkaar heel veel zien en spreken, als ik je niet heb, dan ben je al eigenlijk een beetje boos, dus, maar jongen, de leukste herinnering is het moment dat ik jou tegen ben gekomen, dus meer kan ik er niet van maken. Zijn jullie een beetje aan het uitrusten? Een beetje, gelukt. William Burg heeft natuurlijk al die jaren keihard geknokt. Ja, en uiteindelijk is hij er dan gekomen. En nu moet hij alleen nog even de rivieren over. Ja, maar dat is een kwestie van tijd. Oudje? Ja, mogelijk. Ja. Of net zoals bij Rood Hit Blauw. Ja, daar zit hij gewoon heel erg goed. En dat zijn ook jongens die zich voor de volle 100% inzetten voor William. En ja, dan komt het succes vanzelf. Het mooiste is bij William Burg dat hij voordat je begint met werken en dat siert hem. Je krijgt altijd betaald, al van tevoren. Daar ben ik daar vanaf. Ja, en dan ga je naar Turkije met hem. Ja, en dan zie je hem in zijn zwembroek lopen. En dan is het gewoon één van de velen. Het heeft geen sterrenlures. Het heeft geen flauwekul. Het is gewoon William. En die flikkert dan gewoon het water in. En dan heb je echt zoiets van, ja, dat is typisch William. En ja, ik, op de een of andere manier, het klinkt heel raar uit mijn mond, maar het is een van de weinige zangers waar ik echt heel erg veel van hou. Het is niet zozeer een anekdote, dan wel gewoon een verklaring van vriend naar vriend. Geweldige gozer. Fantastisch. Ga zo door, William. Dankjewel. Weet je nog, William, toen we in Bulgarije zaten, we hebben erover gesproken om een keer iets te gaan doen met een liedje. En met een lolletje is het begonnen. En het is nou uitgegroeid tot een waardige zanger die je nu bent. En ik hoop dat we nog verder komen. Jongen, het gaat ons lukken. Goodbye.
al ongeveer 5 keer jouw fan aangeschouwd hier in de Hoogrijn in Berken. Maar er is ook één man die achter het levenslied staat. Dat is Pet Henkeman van de Paternoster. Dit jaar heb ik besloten als levenslied om het een keer heel uitdagend te doen. De uitdaging is om iemand die het echt verdient voor hetgeen wat hij waarmaakt, met zijn stem, met zijn singles, met alle fans die hier aanwezig zijn, en ook weer naar de kleine zijn geweest. En alles om William Burke 2016, zondag 17 juni, op de markt te zetten. Niet zomaar, maar met een live band. Vraag je lach toch niet aan mij, kom met lach nu maar uit leven. Lach toch van je vrij, wat voor je weet is dat weer voorbij. Geniet en leef vandaag, dat is alles wat ik je vraag. Lach dan, lach dan, kom dan, het is het leven. Dansen op de wereld. Was weer gezellig. Echt wel. Super aan. Ja, hartstikke leuk. Zijn jullie komen uit Amsterdam? Helemaal top. Nog helemaal hier in Brabant. Ja, het gezellige Brabant. William, ik wil van jou een aantal woorden hoe je deze avond beleefd hebt en hoe je hem omschrijft. Ja, geweldig. Fantastisch. Heerlijkheid. Ik weet niet of jullie het net gehoord hebben natuurlijk, maar ik ben uitgenodigd door de organisatie van het Levenslied om volgend jaar mijn live band en concert op het Levenslied op zondagmiddag te staan. Ja, ik schoot er even vol van. Ja, fantastisch. Als we het volgend jaar over anekdotes hebben, dan is dit voor volgend jaar de anekdote, 100%.